Maarten van Rossum, komt het misbruik van de kerk in uw oudejaarsconferentie aan de orde? Nee, omdat ik ook in mijn leven als ongelovige geen enkele rol heb gespeeld. Ik ben één dag bij de padvinderij geweest en daar, oei, niks ja, daar voelde ik direct al nattigheid. Omdat ik een platte knoop moest leggen, geloof ik. Daar bleek ik geen enkel talent voor te hebben. En toen heb ik tegen mijn moeder gezegd dat ik er niet voor voelde om dat regelmatig te bezoeken, dat kabouterhuisje. En daarmee was u als mikpunt van misbruik eigenlijk buitenschot? Nee, voor de rest heeft eigenlijk niemand... Nou ja, ja god, je komt dit punt... Ja, daar gaan we. Ja, daar gaan we. Ja, ja. Je kon bij ons op school gratis bijles krijgen. Van, ik zal verder geen namen noemen. En wij wisten allemaal, en daar maakten we allemaal enorm flauwe grappen over, dat die... Nou ja, dat die bijlesman, dat die een opmerkelijke belangstelling had voor jongensruggetjes. Ja, maar u had geen bijles nodig? Nee, ik heb daar nooit mee te maken gehad. Maar het sprak zich rond, iedereen wist dat. En het was eigenlijk, daar werd nogal vrij lacherig over gedaan. Maar het was ook de doelgroep 12 jaar, hè, toch? Zoiets? Ja, het zijn geen dode gevallen. Nee. Hoe is de conferentie bevallen? Want het is nogal eens wat om... een oudejaarsconferentie nou ja, op poten te zetten als je geen cabaretier van vak bent. Nou ja, het is een vak wat iedereen kan leren natuurlijk. Jawel, maar heeft u het geleerd? Nee, je hebt het geleerd door de onderwijs te geven, 30 jaar. Want daar is een zekere mate van. Hè, je had een bekend Duits leerboek voor leraren. En daar stond 100 kwartier in de kantlijn Jetzt ein Witz. Dus ja, je moet ze dan even weer wakker schudden. En bij de les betrekken. En vroeger stak ik daar een sigaret bij op. Dat kan nou niet meer. Ook een ideaal instrument om de zaken enigszins te structureren. Maar jij bent gestopt met roken, hè? Ja, daarom. Dus dat gaat niet meer. Dus dan moet je wel een grap vertellen. Ja. En het voordeel van het onderwijs geven zo lang en aan zoveel mensen is dat je over je nervositeit heen raakt om tot mensen te spreken en publiek. En als je daar eenmaal overheen bent, dan ligt eigenlijk de wereld voor je open om te doen en te laten waar je zelf zin in hebt. Zullen we even kijken, want we hebben gisteren is een verslaggever van onze redactie gewapend met camera naar Paradiso gegaan om even iets van die sfeer te proeven. En dat was dan vooral ook het begin zoals u gisteren begon. Ik zit een beetje met het probleem dat u hier gekomen bent voor een oudejaarsconferentie. En ja, hoe zag dat eruit, oudejaarsconferences in mijn herinnering? Dat is toch dat er een pianist is. En die is er niet. Er zijn zeker moderne cabaretiers, zijn motorisch hooggeschoold. Dus die doen ineens een ratslag op het toneel. Ik moet u teleurstellen, dat ga ik dus ook al niet doen. Geen zang, geen dans, geen muziek? Nee. Ik was natuurlijk een beetje ongelukkig door de wijze waarop het aangekondigd was. Het is misschien wel nuttig om de geschiedenis van deze zaak te vertellen. Al jaren deed ik samen met Frans Smits, de hoofdredacteur van het Historisch Nieuwsblad, in het Parooltheater, daar kunnen 30 mensen in, een soort luchtige nabeschouwing op het jaar, in de meest ruime zin van het woord. En er was lichtelijk de klad ingeraakt en toen zei hij, wil je dat dit jaar niet weer eens doen? Ik dacht, nou ja, prima, lijkt me een goed idee. Ja, tot mijn verrassing was het toen de grote zaal van Paradiso. Ik dacht nog, oh jee, krijgen we dat wel vol? Hè? Dan zitten de eerste drie rijen zijn bezet en daarachter, niet waar, is een ongekende lege ruimte ontstaan. Mm-hmm. Maar ja, dat bleek geen probleem te zijn. En de opzet van die avond was eigenlijk dat voor de abonnees op die Maarten, die zouden dan... opinieblad, hè? Houd even op. Ja, hou ik even op. Ja, kijk. Dat is het kerstnummer, dit. Dat is het kerstnummer. Is dat in de handel, in ieder geval? Ja, het is al een week in de handel. Ja. Die neus overigens is gefotoshopt. Maar toch. Dit tussen haakjes. Ja, dat zag je weinig over. Die wordt altijd opgelicht. Ja. Maar is het de inhoud van de conferentie? Het is niet Wim Kan-achtig, zal ik maar zeggen. Het is een causerie over de Nederlandse politiek, samenleving en de Nederlandse media in de ruimste zin van dat woord. Van het afgelopen jaar of van de afgelopen decennia? Ik geloof dat ik teruggegaan ben tot 1982. En ach, dat ging nog wel. Dan zie je de oudere aanwezigen zie je gezellig meeknikken. Dat is natuurlijk ook een groep voor wie dat het stenen tijdperk is. Maar daar kan het dan weer ontzettend leerzaam voor zijn. Maar en nu in Utrecht is het dus eigenlijk voor al die mensen van die dan een abonnement kunnen nemen of een soort korting krijgen. En
dat was ook in no time uitverkocht. Een van de thema's die ook terugkomen in dit boekje waar u al eerder overigens voor bij ons aan tafel heeft gezeten, is de vraag: waarom is de burger boos? Gaat het daar ook over, over de boze burger? Ja, in die zin dat ik me afvraag of het niet zeer merkwaardig is dat de Nederlandse burgers in het bijzonder dan zo boos zijn, hoewel dat populisme ook elders in Europa zich in meer of mindere mate ook heeft gemanifesteerd. Omdat, en dat is een van de thema's eigenlijk van dat betoog, het in Nederland zo fenomenaal goed gaat. En omdat een van de allerwonderlijkste dingen eigenlijk in de recente Nederlandse geschiedenis is dat we die 5 kabinetten hebben gehad. 3 keer Lubbers, 2 keer Kok. Hè. Mm-hmm. Kok eigenlijk, Lubbers 4 en 5, maar goed. Hè. Die hebben eigenlijk Nederland van een betrekkelijke economische achterstandspositie in een vrij spectaculair gunstige sociaal-economische positie gemanoeuvreerd. Wij waren in 2002 al nummer 3 in de Europese, toen veel groter geworden, Europese Unie. We zijn nu nummer 2, omdat Ierland, dat is totaal ingestort. Dus we zijn nu nummer 2. Nummer 1 is Luxemburg, dat is niet in te halen. Dat is een crimineel hoofdstaatje, dus daar hoeven we ons helemaal niet mee te vergelijken. En het wonderlijke is dat je zou kunnen voorstellen dat de Nederlandse burger bij uitstek boos is als bijvoorbeeld de werkloosheid spectaculair hoog zou zijn. Maar die is in Nederland nou juist spectaculair laag. Het Centraal Planbureau voorspelde 9,6% werkloosheid voor dit jaar. En wat hebben we? Ik dacht nog net geen 6 en het is dalende. Dat hebben we een beetje aan de Duitse economie te danken, maar dat is ook zo'n onderwerp in de media. Duitsland is afgeschreven, een hopeloos land, daar is niks in orde. Het zal nooit meer goed komen ook. En wij staan sowieso met onze rug naar Duitsland toe in allerlei opzichten, cultureel, politiek, economisch. Maar voor ons, wij zijn in feite economisch niet meer dan de hulp Sinterklaas van de Duitsers. Dus het leek mij, de Nederlanders hebben dus op dit moment per hoofd van de bevolking het ene hoogste inkomen van de Europese Maar Unie. Mensen zijn bang dat ze dat straks wel te klagen zullen krijgen. Ja, dat... En die zien allerlei gevaren op zich afkomen. Eén daarvan is natuurlijk de invloed van de islam. Waardoor ze denken, straks hebben wij deze bevoorrechte positie. Laten we het even over die punten hebben waar mensen eventueel bang voor zouden kunnen zijn. En dan zullen we ook nog een paar reële punten noemen waarbij je kunt zeggen, die mensen hebben misschien wel enig recht van klagen over de Nederlandse situatie. Ik wou het van de gelegenheid gebruik maken om nog even iets te laten zien van gisteravond, wat hierop aansluit. Dat kan ook. Sorry. Ja. Als ze van mij overgaan naar mij. En dat is een stukje dat gaat over waarom mensen bijvoorbeeld, Nederlanders die niet zo goed uit hun woorden kunnen komen, niet zo goed Nederlands spreken. Dank. Laten we even kijken hoe dat ging. U komt uit Zeeland of u komt uit Sittard, u verstaat en u spreekt een taal die we niet eens verstaan hier. Dat begrijp ik ook totaal niet, dames en heren. Dat die allochtonen allemaal in no time Nederlands moeten leren. En dat we een hele provincie hebben waar ze helemaal geen Nederlands spreken. He? Ik moet u teleurstellen dat zodra Limburg in negatieve zin genoemd wordt in mijn betoog, er onmiddellijk spontaan geapplaudisseerd wordt. Zodat ik dan daarna altijd voorstel dat we Limburg aan België cadeau doen. Je bent dus van Maxime af, je bent van ons Camille af. En dan tenslotte natuurlijk de klap op de vuurpijl. We zijn van gekke Geert af. Ja, dat houdt u vrij consequent voor om de heer Wilders gekke Geert te noemen. Ja, en daar heb ik ook, dat heb je natuurlijk nu niet. Je kunt niet die hele uitzending doen. Dat spreekt, maar ik heb, dacht ik, vrij goede gronden om hem gekke Geert te noemen. Als ik die niet zou hebben, zou ik het ook niet lollig vinden. Want daarmee zet je iemand in feite toch weg. Je discrimineert hem in zekere zin. Ik spreek niet van gekke Mark. Hè. Hoewel geleidelijk aan daar misschien ook in toenemende mate goede redenen voor zijn. Maar alleen voorlopig is het nog niet zover. Geert Wilders, als je zijn partijprogramma bekijkt, als je zijn opvattingen bekijkt, leidt naar mijn idee vrij evident aan een paranoïde obsessie. Namelijk aan het wonderbaarlijke idee dat wij in Nederland door 5% van de bevolking, zijn de moslims in Nederland, op korte termijn, het is niet iets een lange termijn project omdat ze zich voortplanten als de konijn of zo, nee. Het is op korte termijn zullen wij geïslamiseerd worden. Hè? En je kijkt even rond, zijn er al hoofddoekjes, worden er al soera's gelezen? Nee, natuurlijk is dat allemaal niet zo. En niet alleen wij, en toch slaat maar de over, hele Europese Unie.
waarin ongeveer 4% van de bevolking bestaat uit moslims. En eigenlijk de hele westerse samenleving, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, overal dreigt islamisering. Dan is het naar mijn idee, als je dat werkelijk gelooft, dus, laten we aannemen, hij gelooft het werkelijk. Dan is er iets mis in zijn bovenkamer. Nog veel erger is, hij gelooft het helemaal niet, maar hij maakt dat zijn misschien wat minder begaafde kiezers wijs dat dat zo zou kunnen zijn. Dat is naar mijn idee nog veel en veel erger. En dan maak je in feite op grote schaal misbruik van een politiek systeem en van de vrije meningsuiting. En dan heb ik nog wel een paar andere punten, want in feite het overgrote deel van het programma van de PVV is aantoonbare lulkoek. Mag ik even terug naar de hoofdlijn, namelijk de boosheid? Nou, dit is de hoofdlijn. De boosheid, hoe kunnen we, want daar hebben we vorige keer ook over gesproken, waarom is de burger boos? Hoe kunnen we de burger minder boos krijgen? Dat is denk ik ongelooflijk lastig, want laten we nu tot het reële punt raken. Als je kijkt waar de PVV goed scoort in Nederland, dan is dat op plaatsen waar je soms wel enig begrip kunt hebben, in kerkraden. In feite natuurlijk een plaats zonder toekomst. Ja, klinkt een beetje triest, maar... Komt u uit Kerkraad, meneer Smets? Ik heb vlakbij Blijrijen, het internaat waar ik op zit, het lang... Ja, toestand is er al. Maar ja, daar is de ellende ook begonnen, toch? Maar ja, geluk is niet af te meten aan de economie toch alleen. Nou, het gekke is dat als je naar de stembureaus kijkt, de kwaliteitskrant had een tijdje op zijn website, kon je elk Nederlands stembureau aanklikken om te kijken hoe daar de opkomst was en welke de grootste partijen waren enzovoort. Het was hoogst interessant. En dan zie je toch merkwaardigerwijze dat in de hele periferie van Nederland, dus langs onze oostgrens, hè, dat neemt Groningen, met name Groningen, traditioneel linksstemmende provincie, daar zie je tegen de grens aan, Bellingwolde bijvoorbeeld, toch frappant hoge cijfers voor de PVV. Hetzelfde zie je in Zeeuws-Vlaanderen. Hetzelfde zie je natuurlijk in heel West-Brabant en naar Limburg. In de oorlog was dat ook zo. Ik vandaan precies, kom het plaatje komen we, Bobach, komen we daar waren 70% verklaring. Mensen die waren dus voor de nazi's in die tijd. Die hadden een heel grote... Dat de NSB in Winterswijk in de periferie en natuurlijk ook in Limburg aanzienlijke attracties had. En dat heeft dus een veel diepere historische achtergrond. Ja. Namelijk, dat zijn de generaliteitslanden. Landen die nooit behoord hebben tot de kern van de natie, om het zo maar te zeggen. Maar is de oplossing altijd... dat we dus de welvaart zo spreiden dat de periferie er in gelijke mate van kan profiteren, waardoor die boosheid daar minder groot is? Dat zou mooi zijn als we dat konden, maar dat gaat naar mijn idee. Het tegendeel is natuurlijk waar. Alles gaat naar de Randstad. Precies. Nou, de Randstad en zijn overheid. Nederland bestaat eigenlijk uit 3 stukken. Een dynamische Randstad, een overloopgebied. Dat loopt denk ik ongeveer tot Zwolle. Tegen de tijd dat je Meppel arriveert, begin je al te denken, oh jee. Dus nu opnieuw de vraag, hoe krijgen we de burger minder boos? Nogmaals, dat zou je kunnen proberen te doen door hun angsten weg te nemen. En ik denk dat dat uiteindelijk het beste beleid is. En die angsten kun je het beste wegnemen, denk ik, door erop te insisteren dat de verzorgingsstaat blijft bestaan. En niet voortdurend stap voor stap steeds verder volgens het neoliberale recept wordt uitgekleed, wat in feite natuurlijk toch gebeurd is, wat ook gebeurd is in de jaren 80 en 90, toen nog. Maar of ook deze regering maakt zich daar schuldig aan. Als je kijkt naar het structurele bezuinigingsbeleid, zie je dat dat wel degelijk ten koste gaat van de basis van het systeem. Dus dat zou je denk ik moeten zien te vermijden. Dat is heel belangrijk. En dan moet je denk ik een aantal heel negatieve neveneffecten van het neoliberalisme zou je aan moeten pakken. Namelijk privatiseringen die geleid hebben tot rampzalige situaties. De Nederlandse spoorwegen. Dat is gewoon de SP, die we hier aan tafel hebben rechts. Ja, heel goed. Ja. Maar dan moet je nog steeds realiseren dat er in elke parlementaire democratie is een soort basis ongenoegen bij velen. Met het idee dat ze eigenlijk niet aan het woord komen. Het is een heel complex systeem waarin je maar 1 keer in de 4 jaar je stem mag uitbrengen. En waarin veel mensen zich machteloos voelen. Aan dat gevoel is niets te doen. Behalve dat ik altijd zeg tegen mensen die dan na de pauze opstaan, een vraag stellen en klagend gaan zeggen, meneer Van Rossum, u weet toch wel, het zijn toch allemaal zakkenvullers, dat die tenue. En dan zeg ik altijd, meld u bij een politieke partij. Smaakt het naar meer, oudejaarsconferenties? Nou ja, 1 of 2 keer per jaar wil ik het wel doen, maar als een soort, in de zin dat ik langs de theaters ga trekken, dat is ook voor mij, het is te vermoeiend. Ik was eerlijk gezegd, het is nu toch bijna afgelopen,
Ik was al wel vrij moe na twee uur, ja. Omdat je toch net iets gespannener bent dan wanneer je... Misschien anderhalf uur is dat niet beter? Ja, dat zei je velen tegen mij. Met een piano erbij. Ja, een beetje dansen. Dat je af en toe, dat je af en toe in een radslag, ja, ik ben bang dat het dan vrij snel zou zijn afgelopen. Met een radslag moet helemaal aan het eind komen. Aanstaande vrijdag is er nog een aflevering te zien, hè? Ja, in Utrecht, maar dat is ook uitverkocht. Utrecht is ook uitverkocht. En komt er nog één? Nee. Is dat een belofte of dreigement? Beide tegelijkertijd.